Het dagelijks bestuur van regio Rivierenland heeft Huug Derksen benoemd tot nieuwe secretaris-directeur van het gemeenschappelijk samenwerkingsverband. Hij volgt Willem-Jan Stegeman op, die was aangesteld als secretaris ad interim na het vertrek van de vorige secretaris. Huug Derksen is geen onbekende in de regio. Hij is op dit moment ruim 10 jaar gemeentesecretaris in Zaltbommel. Daarvoor werkte hij van 1977 tot 2006 bij respectievelijk het korps Rijkspolitie en later de politie Gelderland-Zuid. In 2006 maakte hij de overstap naar brandweer Bommelerwaard. Voor regio Rivierenland gaat hij uitvoering geven aan de strategische agenda en zal hij de organisatie een verdere impuls gaan geven.